Overigens had Floor Doppen, ik weet niet of je haar kent. Nee. Die had van de week in de Volkskrant een artikel, een column eigenlijk. Zij kent jou wel. Zij is een van de redacteuren van Op 1, de talkshow. Ah. En ik sprak haar van de week ook nog eventjes. En ja, ze had een stuk geschreven dat ze zegt, als je mannen belt, je hoeft maar te zeggen hoe laat ze er zijn. En ze komen al, onderwerp maakt niet zoveel uit. En dames voelen zich toch altijd, die willen eigenlijk niet. Die zeggen altijd, ben ik wel de juiste persoon? Ja, en ze zeiden, dat is dat. Je ziet dat de emancipatie nog een hele eind te gaan heeft. Ik denk toch dat er vrouwen zijn die net zo reageren als mannen. Die zijn er natuurlijk, hè. Ja, een tal van vrouwen die voortdurend in die talkshow zitten, toch? Zij zegt van niet. Zij zegt dat de mannen die komen, die komen veel makkelijker. En dames proberen ze als natuurlijk, als het kamerleden zijn of als ze anderszins iets te verdedigen hebben. Wat dacht je van de BBB, mevrouw? Denk je dat die ooit zegt van, nou, nee, ik doe het toch maar eens even niet. Nee, liever niet. Nee, we hebben al genoeg geduld over die stikstof. Ik ga gewoon lekker thuis een stroopwafeltje eten. Nee. Maar ik denk dat zij die personen niet bedoelt. Kijk, dat zijn politici. Ik denk dat zij echt hoogleraren, deskundigen, dat soort dames. Ja, dat zou kunnen. Jij wordt trouwens ook met naam nog genoemd in die column. Ze zeiden, ja, Maarten van Rossum, die kun je natuurlijk altijd bellen. En dan hoef je maar een kwartje in te gooien. En dan krijg je wel maar een kwartje? Ja. Ik wist zelfs een kwartje is meer dan ik ooit betaald heb gekregen. Hè? Ja, ik moet altijd denken aan dat geschenk van Pauw en Witteman. Dat was dus een fles mineraalwater in een doorzichtige tas. Zodat het hele geschenk doorzichtig was en daarmee ook laten we zeggen, symbolisch duidelijk maakte dat het niets te betekenen had. Als bedankje dat je daar kwam, altijd. Ja. Ja, ja. Ja. Maar goed, zij schreef dat stuk om vrouwen eigenlijk op te roepen van, hey, zeg niet altijd nee. Ja. Dat kun je natuurlijk wel doen, maar dat helpt dan, als dat structureel is, helpt dat geen zak. Dat zijn heel langzaam draaiende ontwikkelingen, maar ik kan haar troosten met de gedachte, die ik al eens eerder heb uitgesproken trouwens, dat er, als ik het vergelijk met de late jaren 50 en de wereld waarin ik opgegroeid ben, is dat de emancipatie van vrouwen echt enorme, enorme sprongen gemaakt heeft. Dat die niet voltooid is, is volkomen juist. Maar je zult zien dat over 10, 20 of 30 jaar dat nog steeds, of liever gezegd, dat steeds beter zal worden. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja, oké. Dus dat gaat niet heel snel, dat duurt eventjes. Ik vind de meeste jonge vrouwen, in ieder geval jonge vrouwen, zeggen ze zeer wel bewust. En die nemen ook het woord en zo. En ook bij studenten vragen stellen en zo. Is dat volgens mij, ik ben natuurlijk al 13 jaar vertrokken, maar niet zo heel groot verschil meer. Nee. De verschillen waren, gek genoeg, wij gaven ook summercourses. De verschillen waren tussen de verschillende nationaliteiten. De grootste praatjesmakers zijn Amerikaanse studenten. En dan direct daarna komen Nederlandse studenten die het natuurlijk iets moeilijker hebben omdat ze dan Engels moeten spreken. In die summer courses wordt Engels gesproken. En dan, de Engelse studenten zijn er nooit bij. Ik weet niet waarom niet, maar even min als Belgische studenten. En dan heb je een heel ruim aanbod van mediterrane studenten. Die doen geen bek open, 0,0. Zelfs als je ze iets vraagt, dan zie je ze denken, godsnaam, dan krijg ik gevangenisstraf als ik het verkeerde. Dat zijn dus culturen waar ook jonge mensen niet geleerd hebben om een beetje assertief op te treden. Maar dan hebben we het over de Spanjaarden, Italianen? Yes. Ja. Oh, is dat zo, ja? Ja. Okay. Helemaal niet assertief. En hoe zit het met mensen uit de Aziatische delen van de wereld? Die zijn er nooit bij. Het verste wat ik me kan herinneren was, er waren Oekraïners, maar Oekraïns meisje. Sprak ook heel behoorlijk Engels. Mijn ervaring is toch wel vaak. Ook wat moet ik er nog bij zeggen, dat de mediterrane studenten erbarmelijk Engels spreken. Echt. We hadden twee Baskische studenten nou. Ja, die beweerden dat ze vloeiend Engels spraken. Het was alleen niet te verstaan. Dat was het probleem. Ze hebben ook twee werkstukjes ingeleverd die volkomen onbegrijpelijk waren. Ja. Maar mijn ervaring is toch wel vaak, als je mensen aan het woord laat en ze voelen zich veilig om te praten, dat er altijd, ook al zeggen ze niet meteen wat en steken ze hun hand op, dat ze wel een goed verhaal hebben. Ja, want je weet dat natuurlijk de eerste vragen stellen, dat moet een beetje een assertief type zijn. Ja, dat is dus de Amerikaan. Je kunt de oogst voorbereiden door al een zaadje in de zaal te planten in persoon die net doet alsof hij er niet bij hoort, maar die de eerste vraag stelt. Want als het op gang komt, dat is wat jij een beetje bedoelt. Precies. Als het helemaal op gang komt, dan wil het vaak wel lukken. Ja. Krijg je vaak een hele levendige discussie. Precies, maar het valt me ook altijd op, bij de borrel heeft iedereen wat te zeggen. En dan vaak in de zaal daarvoor, dan steken ze een handje ook door. Na televisieuitzendingen precies zo. Hè? Dus de uitzending is, en het gaat over politiek of zo. Iedereen neuzelt zijn standaardboodschapje. En
Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Nou ja, je kent dat gezeik van over zaken waar mensen voorzichtig moeten zijn. En dan heb je er nog een naast dit. Nou, iedereen die voert uit hoogste woord. De eerste keer dat mij dat overkwam, dacht ik, wat gek. Hebben we hier een hartstikke leuke discussie in dat café. En er was er net geen bal aan. Op tv, ja. Ja. En hoe verklaar je dat dan? Ja, dat is dan iedereen bang is om iets te zeggen. Ja. In feite is natuurlijk, als je iets zegt, dan je hoeft maar een millimeter, een nanometer af te wijken van het standaardpatroon. En nou ja, je krijgt al, ik begin alweer te denken van waar zit ook mijn houdbaarheidsverklaring, waar is die ook alweer opgeslagen? Je wordt gecanceld dan? Ja, je wordt gecanceld. Ja, ja. Nou, er was nog een vraag over, want Chris Segers die zat van de week bij Op1 en daar zat de NAVO-man weer. Ah. En Chris Segers ging zich, weet je wie Chris Segers is? Ja, dat is toch die jongen die in Maastricht Europakunde doseert, of niet? Nee, dat is volgens mij is dat Mathieu Segers die jij bedoelt. Ja. Chris Segers is acteur geweest en soapie, dus heeft een soapserie gezeten en heeft een reisprogramma gemaakt. En die zat daar ook, ik weet eigenlijk niet waarom, maar die ging zich dus ook uitspreken over Oekraïne en Rusland. Waarop de NAVO-man zei, ja, jij trapt eigenlijk helemaal in de propaganda van Rusland. En er waren nog luisteraars die vroegen, heeft Maarten dat gezien? Ik vermoed van niet. En wat nee, vindt ik heb dat niet gezien, maar ja, ik ben helemaal geen tv-kijker zoals het algemeen bekend is. Ja. En je kunt namelijk, als het u gaat om entertainment, verstrooiing, laat ik het zo noemen, dan moet u vooral naar de tv kijken. De tv is een zeer verstrooiend medium. Als u geïnformeerd wil worden ergens over, neem uw toevlucht tot drukwerk. Moet dan een behoorlijke krant lezen. Niet allerlei kletskoekkranten, die heb je ook. Niet de Telegraaf. U weet, die is namelijk als je voorbij de eerste pagina bent en je bent voorbij het voetbalgelul en het zangeresjesgelul en nou maar dat soort van kletskoek. Dan is de Telegraaf, die heeft, nou ik begreep, heb een uitstekende financiële pagina's. En daar is niks mis mee. We hebben ooit bij de slimste mensen een man van het, die ook kwam het in, hoe heet het? Evert Zantegoets. Ja, nee, niet Zantegoets. Nee, hoe heet die man nou? Die deed het voortreffelijk bij de slimste mensen. De oud-hoofdredacteur, Jules Paradijs. Nee, ook niet. Dat is ook een klets mee hoor. Ik vind dat maar deze grappig. Was het helemaal niet. En die doet het ook het economisch, sociaal-economische nieuws voor de Telegraaf. Okay. Door en door serieus type. Ja. Met hele verstandige opvattingen. Dus je moet bij de Telegraaf even voorbij het tabloid, weet ik hoe je het wil noemen, gedeelte bladeren. En dan, ik heb ooit voor dat tijdschrift van mij, een vergelijkend onderzoekje gedaan, Telegraaf, NRC en Volkskrant geloof ik. Nou, Volkskrant en NRC, die lijken zo verschrikkelijk veel op elkaar, dat de kinderen kochten op Texels deze krantje voor mij en dan draaide ik hem om en dan dacht ik, waarom staat Fok en Sukke hier niet op? Hè? Maar dat kwam omdat het de Volkskrant was. Die, ik moet zeggen, hele ordinaire advertenties had op de achterpagina. Daar moeten jullie mee stoppen. Ik begrijp dat dat geld oplevert, maar gebruik de achterpagina. Ik heb zelf de NRC, ik lees altijd eerst de achterpagina. Altijd. Achterpagina is van essentieel. Iedereen weet wat er op de voorpagina komt. Maar op de achterpagina kun je variëren, kun je een beetje gekke dingetjes doen, kun je verschillende rare stukjes schrijven. En hoe heet het, die Fok en Sukke-achtige dingetjes kun je erop zetten. Joep van het Hek staat op zaterdag. Ja, die lees ik maar oppervlakkig, moet ik eerlijk zeggen. Dat is toch vaak een beetje, ja, moet ik dat eens zeggen, nogal clichématig stukjes over bekende Nederlanders. Die inderdaad enorm gek doen en die verdienen op de hak genomen te worden, is allemaal waar. Maar ik vind het niet, kan naar mijn idee, scherper, minder bedoeld komisch. Hij wordt toch het is al erg genoeg. Ja, Frits Spits die zegt altijd, het eerste wat ik lees is Joep op zaterdag. Ja, ik niet dus. Nee, maar hij wordt veel gedeeld altijd. Zeker, veel mensen. Maar goed, ja. Hoe heet het? Ieder zijn mug zet de zeug en had haar 12 biggen op. Ja. Ja, dus ja. Daar heb je ook heel wat werk aan. Ja.
Dus laatst had je bij zijn broer, hè, Tom van het Hek, bij Radio 1. Ja, een hele verstandige presentator. Een leuke kerel is dat, ja, lijkt me. Hè? Zeker. Ja. Ja. Heeft een hele andere achtergrond. Dat is volgens mij huisarts geweest en bij de hockeydames heeft hij... Ja, maar of hij dit nu als liefhebberij doet of dat het zijn beroep is geworden, ja, dat durf ik je absoluut niet te zeggen. Maar een hele kenmerkende stem heeft hij, hè? Ik denk dat hij ook niet de jongste meer is, maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Tom van het Hek? Ja. Nee, ik denk niet. Volgens mij is Joep jonger, dat weet ik eigenlijk niet, maar... Ja, nou ja. Hoe het ook zij, voor de Volkskrant, en dan had ik die krant al deels bekeken. En dan dacht ik eens, verrek, het is helemaal... En ik had het wel kunnen weten, het is een wat ander lettertype. En ze hebben wat andere kapitalen en zo. Maar, dus ik had beter moeten weten. Maar ze lijken dus zo ontzettend op elkaar. Ook volgens mij in de berichtgeving. Dat je hem omdraait en denkt, hé, wat gek. God, dat is waar ook. Het is... Ja, ja.